Burgemeester Peter den Oudste heeft gisteravond het nieuwe onderkomen van Oog, Radio en Televisie geopend. Het kantoor en de studio zitten aan de Kadijk op Zernike. Oog gaat meer samenwerken met de Hans Hogeschool en de universiteit. Het pand was al enige tijd in gebruik, maar nu is het helemaal klaar. En met het starten van een jingle werd het allemaal officieel. Als zoon van een journalist hecht den Oudste aan een onafhankelijke pers. Ik denk dat jullie niet zijn weg te denken uit de samenleving hier. Dat is ook voor ons van belang. Maar het tweede wat ik erover wil zeggen is dat ik wel vind dat jullie onafhankelijke journalistiek moeten blijven bedrijven. Kijk, jullie zijn voor ons van belang, maar tegelijkertijd moeten wij natuurlijk nooit invloed hebben op wat jullie brengen. Want dan gaan we de verkeerde kant op. En de democratie vereist ook kracht en tegenkracht, opinie en tegenopinie. En dat verrijkt de samenleving. Hij maakt zich wel zorgen over het mediaklimaat. Minder verslaggevers die steeds meer moeten doen. Nou, daar maak ik me wel een zorgen om. Kijk, het nieuws zelf, dat wordt natuurlijk aan alle kanten gebracht, ook door het publiek zelf. Je ziet toch vaak als wij vanuit de gemeente, als er iets plotselings gebeurt, een casino brandt, dan word ik gebeld en dan beleggen wij persconferenties. Maar vanaf de eerste seconde van de brand totdat die uit is, wordt ook door eigen cameraatjes, de eigen nieuwsgaring, mensen die eromheen staan, wordt het nieuws verspreid. Dus daar gaat het niet meer zozeer om. Waar het wel om gaat, het is de journalisten kunnen dat nieuws ook zo brengen dat mensen ook de goede informatie krijgen, dat het klopt. Dat ze ook een duiding komt van wat het nou betekent. En het wordt eigenlijk in een mooi woord voorzien van een context. Collega-journalisten kijken met belangstelling naar Oog. Ik weet niet of je het weet, maar ik denk dat de helft van de medewerkers, misschien een tikje overdreven, maar velen hebben een oogachtergrond. Ikzelf ook trouwens. Ik heb ook nog aan de Donderse Laan rondgelopen. Dat is wel heel lang geleden. Maar wij zien dat als een zeer sympathieke, inventieve, prijswinnende omroep waar de stad terecht trots op is. Het belang is enorm om de mensen hier te informeren, maar ook kritisch te laten horen van wat er in de stad en omlanden speelt. En ik vind het van enorm belang dat er een lokale omroep is die elke dag radio en televisie maakt om zo goed mogelijk de burgers van deze gemeente te informeren. Oog zou ik typeren als een hele goede, in de stad Groningen gewortelde, inventieve organisatie. Voor een belangrijk deel drijvend op zeer gepassioneerde vrijwilligers met een paar goede professionals die altijd proberen iets nieuws uit te vinden en jonge mensen ook een grote kans te geven. Vandaar ook dat veel mensen die bij Oog hebben gewerkt of zijn begonnen later als professional in het vak zijn doorgestroomd. RTV Noord is de best bekeken, best beluisterde en online best scorende regionale omroep van Nederland. Dat heeft een reden. Wij maken uitsluitend programma's voor en over Groningers en wat Groningers bezig zou kunnen houden. Dus we doen niet aan programma's die over zaken uit de rest van het land gaan. Het gaat alleen maar over stad en ommeland. En daarin hebben we ook een duidelijk profiel, maar wat afwijkend van dat van Oog. Er is steeds minder tijd beschikbaar. Journalisten hebben steeds minder tijd. Dat merk je ook in de lokale democratie. Is dat nou een trend waar je je zorgen over maakt? Daar maken we zeker enorm zorgen over. Ook over de versplintering van het medialandschap. Hè? Met de opkomst van social media, Facebook die hun eigen kanalen hebben, Twitter, noem maar op. Dus dat wordt allemaal heel diffuser. En daarom vind ik het ook van belang dat er toch een soort baken is in het lokale medialandschap die elke dag gewoon uitzendt en de bevolking van nieuws voorziet. Als een soort betrouwbare bron ook. Raadslid Diederik van der Meijden is ook fan van Oog. Nou, Oog is volgens mij heel belangrijk. Oog zit in de wijken, zit in de haarvaten van de samenleving. Bijna iedereen in Groningen is al eens een keer voor Oog op televisie geweest. Dat is van belang, het is herkenbaar voor de mensen. Dus een belangrijke functie.